what you guys have on the mind. Ja, maar we zitten wel
Yes. Yes. Whoa, what's that? What's that? What is that? Yes. Weer open laten staan. Verder hebben de pieten niets vernomen.
en zijn we aan het eind gekomen. De Sint heeft wat meegebracht over zee. Hij hoopt dat het goed is, dit idee. Jullie drinken en snoepen veel te graag, daarom dit kleine gebaar van Sint en Piet. Dankjewel, Sinterklaas, Hanneke. Hanneke? Ja, dat ding is wel goed. Verzaam de zaak. Nou ja, dat schiet dan als hand inderdaad. Zitten dat weer? Dat zit ook high. Je kunt het dichter van Pieter of niet? Ja, er is dichter van Piet niet. Voor pap en voor alle jonge snaken. Want de een wil het niet voorlezen, de ander stopt het weg. Nee hoor, daar is sinds een tijd te kostbaar voor, wat ik jullie zeg. Hans en Corrie, dat is dan ons jongste gezin. En die twee hebben dit jaar een heel gewin. Het gezin werd uitgebreid met een gezonde zoon. En dat is een rijke luiswens, dus echt niet zo gewoon. Zorg samen goed voor Joris en Janneke, zodat Joris wordt ook eens een flink manneke. Sint brengt voor jullie zo van alles wat. Voor Hans iets, voor Corrie iets wat ze niet had gedacht. De zaak Hovenskolin is weer uitgebreid met een showroom groot. Hans, dit vind je prachtig en we hebben gezien dat je je hebt uitgesloofd. Nu nog wachten op de officiële opening van de zaak. Heb je al een openingscadeautje gevonden, zodat het is raak? 60 jaar bestaan we, dat is een hele tijd. Je moeder heeft dit meegemaakt, van het begin tot het eind. Eigenlijk kun je beter zeggen, tot zover. En dit is een nieuw begin. Maar Hans, het wordt werken geblazen. En later misschien Joris erin. Vergeet nooit, Hans, dat pap zijn diensten aan de zaak heeft gegeven. Het was gewoon haast een mensenleven. Bedankt verder voor de kleine dingen die jullie soms voor ons deden. En we hopen dat we als het nodig is bij jullie terecht kunnen in ons leven. Dan ons Annemie en Huub. Dat is het middelste paar. Oh, die hebben het zo druk, eerlijk waar. Tennissen, kaarten, klussen, pedicure en Franse les. Ach kinderen, geniet van het leven. Maak ook maar wat pret. Met zo'n kinderen als Jenny en Kendra hoeven jullie je niet te vervelen. Daar kunnen jullie heel mee vooruit. En je kunt er al computerspelletjes mee spelen. Ook dat kleine ding, wat was ze leuk toen ze Sint bij ons was. Pap en ik waren werkelijk in onze sas. Jullie ook bedankt voor de kleine hulpjes aan ons gegeven. Ik weet dat jullie het met plezier doen en hopen nog veel plezier aan jullie gezin te beleven. Dan komt onze oudste dochter, Henk in de rij. Die heeft ondertussen al een fijn leven en veel vrij. Daarom doet ze de was voor moe en dat vind ik fijn. Want nu hoef ik het niet meer in de wasserij te zijn. Hoef ik niet meer uren, ja klopt. De jongens, dat zijn al grote kinderen. En met vakantie, ze hebben ons helemaal niet gaan hinderen. Troes krijgt onverwacht les in koken. Geweldig vinden we dat. Van die mevrouw puntje. Ja, ja. Die weet er zeker veel van. De liefde van de man gaat door de maag, schreef ze Troes op. Dus Henk, geen zorgen dat jullie huwelijk wordt in flop. Toen Moe alleen 5 dagen erop uit is gegaan, is pap bij jullie geweest en dat heeft hem goed gedaan. Bedankt allebei wat jullie deden voor ons. Wij deden ook wel eens wat terug soms. Wij wensen jullie allemaal een prettig feest toe van jullie pap en jullie moe. Dan ons vadertje. Hij heeft weer zoveel gedaan. Hij heeft veel moeite en ook uren in de kou gestaan. Nu kun je vanavond gaan genieten van je werk vanuit een luie stoel. Ja, luie stoel. En komen ze er niet uit, dan wordt het hier maar een janboel. Op de zaak heb je de showroom klaargezien.
En de officiële opening volgt misschien. De kinderen en je vrouw wensen je het allerbeste toe. Maar doe het. Ik weet het, heb ik niet. Heb ik wel, misschien boven gestoord. Glazen morgen. Ochtjes onder je vocht. Dan kan ik dus uit de koffie drinken. Je hebt een leentje gestuurd. En de lange stok, wat heeft er de stok neergezet? Ja. Oh ja. Lange. Hier is iets met L. La A. Een N is er niet, hè? Niet wel in La A. Dieke D stop. Ik moest zo in halen om het even te zeggen. Ja. Had. En als we dit jaar had, de cent, als we get. Had. Ja, hey, dat zit wel een smier, iets van een niet zoveel tijd en zoiets. Oh, dat zit niet, heb ik het niet. Ik ook heb niet. En één, ja? Ja, niet. Dit jaar had de cent niet. Zoveel tijd of zoiets. Had de cent. Nee, zin. Zin, zo ja. Zin. Niet. Je hebt de goede weg. Zo, was die echt een heel? Nog een keer. Nee, zoveel. Ja? Zo, was dit zo veel? Zin. Ja, zo apart. En deed. Super. Oh ja. En deed. Alles. In. 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 Donderdag. Onder. In. In. De. Of één krabbelton. In. In. Zin. Wie ook nog in. Zin. Zin. Dat is een soort krabbelton. Dit rijmt wel. Dit jaar had de Sint niet zoveel zin. En deed alles in. Om. De zin de in. Nee, die is alles de krabbelton. Nou, lezen. Sinterklaas had dit jaar niet zoveel zin. En die gauw adem. Nee. Ik word niet met de tommel die de auto doet. Dit is de kleed, man. Schiet op! Kan niet lang wachten. Ja. Oh. Ja, ik heb nog wel een plaats. Dan vraag ik dit, hè. Dat liep ik met een tol. Ik ben er onder voor de dag lang. Dat is keurig verzorgen als je maar rustig en verstandig doet. Ja, maar als je het einde doet, fixen ze allemaal hetzelfde te weten. Zo! Zo! Dankjewel! Oh, dacht dat ze moest minderen. Ik heb het niet vinden. Zullen we zelf wel. Dat is wel een dat is wel een klant. Maar, dan pak hem daar. Ja, één. Dat moet toch eigenlijk passen, of wel? Gewoon over dan. Nee, dat
Ja, dat moet erin, ze kan ze ook. Voorzichtig. Kijk even, dat is niet dat van de moet je het zeggen? Veld er niks bij, veld er niks. Een flesje. Nog een flesje geduwd. Alweer? Wat nou weer? Ja, ah. Een tekst erop. Ja, kom hier. Kan dat? Doorgeven. Wacht voorzichtig, ja. Ja, maar zo door. Stop. Ja. Van Sint-Nicolaas, eerlijk zullen wij alles delen, suiker goed en ook de rest. Heb ik Sinterklaasfeest. Dankjewel, Sinterklaas. Kijk, dat had ook een keer. Ja. Oh nee, er zit nog wat op. Jongens, er zit wat in, joh. Dit is mijn dame voor papa moe. Nee mensen, roep nou niet meteen al boer. Sint weet echt dat jullie een moeilijk jaar hebben gehad. Maar denk toch eens aan de dingen waar jullie op mogen zijn heel erg prat. 5 kleinkinderen en nummer 6 kwam er dit jaar bij. Ja mensen, zelfs een stamhouder sluit nu de rij. Jullie kunnen gaan en staan en genieten van de natuur. Zelfs af en toe kaarten met een goede buur. 3 kinderen binnen handbereik. Lieve mensen, weten jullie wel dat jullie zijn heel erg rijk? Geniet toch samen van alle mooie dingen. Werkelijk, Sint en Piet kunnen er wel van zingen. Het leven is maar van korte duur, dus maak het elkaar niet al te zuur. Wij kinderen menen het met jullie heel erg goed. Laat dat ook eens zien, een lieve lach op jullie toet. Misschien dat jullie hebben aan dit spel uren vertier. En dat doet Sint en Piet veel plezier. Maak dit pak nu samen open, open samen, dan zeggen Sint en Piet amen. Oh. Goed. Oké, okay. Het laatste. Ik denk ik zo hier aan het zien. Behalve zeker voor mij. En deze voor u meegebracht. Er passen grote en kleine dingen in. Hopelijk is hij naar je zin. Nu zal alles netjes opgeruimd zijn en dat vindt Sim en Piet heel fijn. Ja, geweer. Ja, dat is ook een schoor. Smeer hem dan wel weer in de gaten. Goed geduld, kind. Ik zal er vuurgereedschap in liggen. En goed voor jou. Oh, wat verstandig. Dat is heel wat anders dan wat ik het. Zeker voor de vingersuur. Ja, leuk. Ja, dat is nog niet denken. Hè. Nou, dan is een klein ding af te zeven zal wel, als een klein ding af te zeven komt. Kunst van vandaag. Het gezicht veranderde net. Ja. Pas fijn met die oerbellen. Ja. Schieterok met het schritje achterop. Het schitterend. Ja, dat is een leuk. Heb je die gekocht dan? Moet ik er nog één hebben. Van het begin ingevallen. Wat? Van net ingevallen. Ja, dat klopt. Oh.
De jongens in rol en de meisjes in pekskin. Een tennissok. Nee, iedere pekskin is uit mijn roer en de hele jongens in rol. Tennissok? Welke jongens? U bedoelt ze niet. Ach, leuk. Jongens, ja, ik heb een tennissoort. Dat is voor Hans. Ik heb een tennissoort. Een voetballer. Oh, nou. En dat is voor Hans. Maar zelfs leuk. Eén douche. Eén douche. Niet de moeite. Ja, dat is mooi. Kom maar de douche. Kom maar de douche. Ik ben er nou, Wat is er? Yeah.